Hey allemaal, vandaag ga ik een favoriet van de maand april filmen. En ik ga deze maand maar 5 favorieten laten zien. Omdat ik vind dat mijn video's altijd veel te langdradig zijn als ik over favorieten praat. Dus ja, ik heb besloten om maar 5 dingen te laten zien in deze video. Dus ja, ik ga er direct aan beginnen. Ik begin eerst met de modecategorie. Dus ja, kledij en zo en die dingen. Mijn eerste favoriet is dit jasje. Het is dus mijn bomber jacket van de Bershka. Ik heb deze echt super vaak aangehad al deze maand. De bomber jacket was al super lang in de mode en ik ben daar vrij laat mee eigenlijk. Maar ik was zo niet dezelfde als iedereen, zo zonder patches. Dus ik vond dat wel leuk, de kleine detail. Mijn tweede modefavoriet is dit rugzakje. Ik draag persoonlijk niet zoveel rugzakje omdat ik vrij klein ben en ik vind mezelf er dan zo'n beetje jonger uitzien. Maar ja, deze heb ik echt veel aangehad deze maand. Het is echt een favoriet en het is gewoon super gemakkelijk om alles in mee te nemen. Ik ben alleen altijd bang dat mensen aan het stelen zijn. Dus ik moet nog over die angst van dat mensen constant in mijn rugzak zitten. Maar daarbuiten vind ik het echt wel een super leuk rugzakje. Dan de volgende categorie is beauty en make-up. Mijn beauty favoriet is de parfum van Moschino. Het is dus degene die eruit ziet als een kaasproduct. En ja, deze geur is echt wel... Oh, die is zo zalig. Ik ken die geur niet beschrijven. Je moet echt eens gewoon naar de winkel gaan en die gaan ruiken. Want... Dus als je op zoek bent naar een nieuwe parfum, zou ik eens gaan ruiken. En misschien koopt je deze wel, I don't know. Maar ik vind hem echt fantastisch. Mijn make-up favoriet is deze liquid lipstick. En die is van Shu Uemura. Hij ziet er zo uit. Het is echt een fel rode liquid lipstick. Ja, mijn camera wil niet focussen even, maar het is in de kleur. Die hebben geen namen, maar het is AT01. Ik heb bij Shu Uemura een paar dingen gekocht. Een paar weken geleden, ik weet niet meer exact wanneer. En ja, dit was daar dus één van. En ik ben echt grote fan. Hetgeen wat ik wel wat minder vind, is die applicator. Omdat dat zo iets te dik is voor mijn lippen. En ja, ik vind het dus minder gemakkelijk om aan te brengen. Maar ik vind echt, die blijft lang zitten en zo. Dus ik vind die echt super goed. En dan mijn laatste favoriet van deze maand is dit boek. Het is An Offer You Can't Refuse van Jill Mansell. En ja, ik ben dit boek pas vorige week of de week daarvoor beginnen lezen eigenlijk. Ik haat lezen niet, maar ik ben er nooit echt een grote fan van geweest. En ja, ik heb soms zo periodes dat ik mezelf dwing om te lezen. En ja, dit is er dus één van. Omdat ik dit jaar geen Engels heb, ik heb een vrijstelling. Maar ik heb het gevoel dat mijn Engels zo verwaarloosd wordt. Dus daardoor dacht ik, sorry, lees Engelse boeken. Dan blijft dat een beetje op punt. Dus dit is echt een supergoed boek. Ik zou het zeker aanraden als je van Engelse boeken houdt. Ik ga niet te veel over die inhoud verklappen, want dan is het immer leuk. Dus ja, ik zou dit boek zeker aanraden om eens te lezen. Zo, dat waren dus mijn 5 favorieten van deze maand. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als dat zo was, zou je misschien kunnen abonneren. Dan zie je nog meer van mijn video's. En ja, dan ben ik wel blij. En dan hoop ik jullie terug te zien in mijn volgende video.